De kerstbomen worden wegbezuinigd voor het stadhuis. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het eigenlijk wel jammer. En wel erger dan jammer alleen. Want het is erg ongezellig. Kijk, een kerstboom, en zeker een verlichte kerstboom bij een stadhuis, dat maakt toch wel een. Geeft een leuk beeld en het maakt gezellig en zo. Het geeft toch een tintje aan de binnenstad. Hè? Ja. Vroeger hadden mijn ouders het niet breed. En dan maak je het thuis gezellig, hè? Omdat je het juist niet zo breed had. Nu hebben we bezuinigingen en op grond daarvan worden de kerstbomen weggehaald. En nu maken we het nog eigenlijk ongezelliger door die kerstbomen niet tevoorschijn te halen. Nou, dat vind ik erg jammer. Ja. Ik vind het niet horen. Ik vind niet dat de kersttradities aan mogen worden verbroken door de bezuinigingen. Ja, dat is... Dat hoort helemaal niet. Dat is het enigste licht wat we nog in de wereld hebben. Het is toch al zoveel ellende. En als ik nou in dat zonnetje kijk, nou, dan hebben we toch heerlijke, prachtige kerstbomen. Ja hoor, ik denk dat er heel veel mensen dat mooi vinden. Dat is wel jammer, want het is wel gezellig zo met alle kerstsfeer en dan een beetje kerstshoppen te doen, hè jongens? Dat is wel jammer als het weggaat. Het maakt mij persoonlijk niet veel uit, want ik wist er zelf ook niks van. Dus of ze nou bezuinigen of niet, ik merk er niks van. Ja, ik heb een column geschreven en gezegd van nou, als we dan, als blijkbaar het gemeentebestuur dit niet wil betalen, wil bezuinigen daarop. We praten over een paar duizend euro. Hè? En laat het dan maar met elkaar betalen. En mijn actie was dan van nou ja, als we allemaal iets betalen, een paar euro desnoods. Nou ja, dan met een... Ja, 2000 mensen misschien, allemaal 2 euro betalen. Dan redden we het al en dan kunnen we die kerstbomen gewoon laten staan. Wat vindt u van zo'n actie? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou het er bijna voor over hebben, begrijp je? Omdat ik het zo mooi vind. Ik vind het wel een beetje gek, want dan vragen ze ons geld om de stad aan te kleden. En ik vind dat ook de verantwoordelijkheid voor de gemeente om dat dan te doen. Dus ik snap wel dat dan bij de burger neergelegd wordt, maar ik vind dat ook wel weer een beetje dubbel. Ik zou er zelf wel aan meedoen, want het is best wel... gezellig om zo'n kerstboom hier te hebben. En mensen die wel willen geld doneren, die het ook hebben aangegeven, maar wat waarschijnlijk dus in totaal misschien niet genoeg gaat zijn. Wat gaat u precies met dat geld doen? Nou, ik ga niks ontvangen voordat ik weet dat er genoeg mensen zijn die zeggen, nou, ik wil wat betalen. Dus ik ga niks met dat geld doen. Er is geen geld. En zeker niet bij mij van mensen die willen betalen. Maar als er genoeg mensen zijn die zeggen, nou, we willen betalen, ja, dan wil ik het wel in ontvangst nemen en doorgeven aan de gemeente.